als dit nou een rondvaartje was, dan had ik meteen weer wat te vertellen. Ja. Want toen zei ik van, kijk, zo verhuizen we tegenwoordig. Ja, met verhuizen, ja. Want die hijsbalken, dat werd natuurlijk ook benut voor het verhuizen. Maar ja, tegenwoordig is er weinig spierkracht meer. We hebben geen kerels meer. Ja, oké, bootcamps. Dit zijn de 7 provinciehuizen. Met Overijssel, Utrecht, Holland, Gelderland, Zeeland, Friesland en Groningen. Dat is natuurlijk heel leuk. Gelderland in het midden, want dat is de oudste provincie, het oudste Hollandse land. En dat wordt nu verhuisd. Dit is een melkverdeelcentrum, toen het geopend werd. En dit was de eerste plek waar de melk in metalen bussen werd. Deze, nummer 3741. Ja, 3941. Dat is een melkplek. Kijk, hier heb je ook op mijn pand, hè? Ja, prachtig. 19e eeuws. En dat werd dan rondgebracht daarna door de stad? Ja, ja. Maar daarvoor ging het dan wel in hout of zo, weet ik veel, in vaten. Maar toen kwamen die melkbussen. Ja. Kijk, dit is ook zo mooi. Zie je dat rijtje? Nekgevers. En de laatste is het mooiste. Met zo'n voet die daar een beetje zit te blazen. Nou, Prinsgracht ziekenhuis. Ik weet niet of het al appartementen zijn. Of het al klaar is met de verbouwing. Nou, daar heeft menige Amsterdammer het levenslicht gezien.